In de offshore en maritieme industrie wordt vaak zwaar materieel gebruikt. Hiervoor zijn er dus ook kranen nodig die dit zware materieel kunnen hijsen. Hoe deze kranen ontworpen en gebouwd worden naar de specifieke wensen van de klant, laat Sietse Gersen van Kens VG uit Zaandam ons zien. In feite worden de bepaalde toepassing van de kraan aan welke eisen er worden gesteld daaraan. Denk bijvoorbeeld aan een kraan die op een platform wordt geïnstalleerd. Die zal met name gebruikt worden voor ondersteunende doeleinden. Denk daarbij aan het binnenhijsen van voedsel, et cetera, voor alle mensen die daar werken. En ook de reserveonderdelen van een platform. Op een schip heeft het veel meer een primair doel voor de uitvoering van de werkzaamheden op zee. De enige eis die alle kranen verbindt is dat het betrouwbaar moet zijn. Er zijn heel veel regels waar een kraan aan moet voldoen. Ook zijn er specifieke klantwensen. In het ontwerpproces worden uiteindelijk de puntjes op de i gezet. Omdat in deze industrie alle kranen feitelijk een unieke toepassing hebben, moeten in zo'n proces alle onderdelen worden doorgerekend. Met name het oog op veiligheid. Na het ontwerpproces start de bouw. Aan het eind van het bouwproces wordt de kraan in zijn geheel opgebouwd op het testvoet. Op die testvoet kunnen we die kraan dan testen op functionaliteit en veiligheid. Op dit moment wordt hier gebouwd aan twee zogenaamde nukkelboomkranen. Dit type kraan heeft twee bewegende giekdelen. Dat maakt hem compact en geeft de kraandrijver de mogelijkheid om lasten heel precies te kunnen handelen op een bewegend schip. Op dit moment staat op de testvoet een kraan met een hijscapaciteit van 50 ton. Voor de testvoet wordt al opgebouwd de kraan met een hijscapaciteit van 200 ton. En daarachter de testvoet staat de liertrommel waarop meer dan 3000 meter draad zal worden gespoeld voor diepwater hijsoperaties. We zien echt een verschuiving van equipment die wordt toegepast in olie en gas naar veel meer toepassing in wind. Overduidelijk voorbeeld is wat je hier ook ziet. Een loopbrug die gecompenseerd wordt in zijn bewegingen van het schip waar die op zal staan. Bestaande kraantechnieken kunnen worden toegepast in deze markt. En er zijn dus veel mogelijkheden voor de Nederlandse industrie. Dit soort equipment wordt toegepast in zeer heftige omstandigheden. Uiteraard moet een stuk equipment daardoor goed ontworpen zijn, maar net zo belangrijk is goed onderhoud. Ook vraagt deze industrie om service. Tijdens operatie, aangezien het kapitaalintensieve industrie is. Serviceverleners moeten 24 uur per dag, 7 dagen per week klaarstaan om een klant te kunnen ondersteunen in hun operatie op zee. Dit vraagt ook om ondersteuning via satellietverbinding, zodat er wereldwijd ondersteuning geboden kan worden. Ook kan via zo'n verbinding op afstand de conditie van het stuk equipment in de gaten gehouden worden. Het voordeel van het monitoren van equipment is dat vooraf preventief onderhoud gepleegd kan worden.